Nou mensen, jullie zien wat dit betekent, hè? Ik ga weer eventjes de GoPro's installeren aan het raam. En dat betekent, Magal, dat we gaan verkassen. We gaan verkassen, ja. We gaan een ander plekje opzoeken. Net even boven Assen. Dus dan gaan we morgen dan eventjes de stad Assen bezoeken. Even kijken, dus. En welk plekje dat is, dat gaan jullie nog horen. Want ik heb het wel even opgezocht. Maar ik ben even de naam kwijt. Van die, dat is een plaatsje net boven Assen. Dus, maar goed, dat is dus mijn korte termijn geheugen, helaas. Moet je niet mee spotten. Nee, daar heb je gelijk in. Oké, ik ga dat even installeren allemaal. Mensen, gaan we even surfen. Ja, ik moet vlak naast het luik staan, hè? Ja, hier zo. Oh, oké. Hey, zorgen. Ik heb hier. Ja. Hey. Hoi. Dankjewel. Hoi. Doeg. Tot de volgende keer. Voor binnendoorweggetjes. En als ik we kregen net de melding. Kijk dan. Ja, we kregen net de melding dat er een alternatieve route is. En die is, wat zei die nou? 4 minuten. Oh ja, 4 minuten sneller, maar 20 kilometer langer. 23 kilometer. Ja. Ik zeg tegen mijn gozer, nou, we blijven lekker deze alternatieve route. We hadden dan een heel klein stukje snelweg hebben gehad. En nu gaan we gewoon lekker binnendoor. Zie je ook al leuk al die plaatsjes enzovoort. Nou, kijk, zie je mijn gozer, 1,97,9 de diesel. Kijk, de diesel wordt al goedkoper, jongens. Nou mensen, het is nog 4 kilometer. 4,1 kilometer. En het is, nee, die hoeft nog niet hoor. Oh. Nee, want ik zet hem zo meteen aan als we er vlakbij zijn. Okay. Zie je, dat zijn echt die hobbeltjes, daar moet je echt op letten. Want als je er een beetje hard overheen rijdt, nou dan zitten die pannen die zitten ergens in de bovenste laadjes in plaats van onderop. We zijn een mooie dorpjes We hebben een prachtige route hebben we gehad. En niet vervelend, geen verkeerde wegetjes. Nee. Een paar spettertjes onderweg. Ja, een paar spetters onderweg. Goed, daar is het raam weer schoon door. Oh nee, ik zag dit viaduct, zag ik aankomen. Kijk eens. Ja, daar hebben we er al een paar keer al geraakt. Dus ik dacht van, nou, maar goed, het is meer als hoog zat. Dus. Ja, maar het staat er niet bij. Nee, het staat er niet bij, nee. En we zijn toch wel aardig wat van die kleine dingetjes tegengekomen. Kijk, dat is niet zo slim wat hij doet, dat hij voor ons gaat. Oh. Wat zeg je? We moeten rechtsaf. Oh, nou. Gaat goed met je? Ja. Oh, geweldig. In the middle of nowhere, man. Dat kan je wel zeggen, ja. Jeetje, Mina. En dat is hier mooi. 700 meter, jongens. We hebben geen idee. Maar goed, we gaan het zien. Het is echt. Nou, jullie zagen het net al dat ik zei 4 kilometer. We hebben tot nu toe alleen maar dit soort weggetjes gehad. Geen dorpje, niks tegengekomen. Nee, helemaal niks. Dus.
kilometer, zie je. Langs het kanaal. Hoe heet dit kanaal? Ja, dat kan ik hier niet zien natuurlijk. Na 200 meter bestemming bereikt. Nationaal Park Drentse A. Oké. Hier zeker. Ja. Ja. Bestemming bereikt. Oh, kijk. Nou, dat ziet er niet verkeerd uit, jongens. Kijk uit, kijk uit. Ja, 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 schat. Oh, kijk eens. Dat is leuk. Even kijken, want volgens mij is daar de satelliet. Dus dan moeten we aan die kant gaan staan. Denk je ook niet? Ik heb geen idee, schiet. Dan gaan we even naar buiten. Dan ga ik even achteruit inparkeren. Dan is het even kijken. Ja. Kijkt even, jongens. Ja, Margot? Margot? De zon gaat zo. Hey, dus de zon die gaat zo. De zon gaat zo. Dus die gaat daaronder. Dus als je. Maar ja, dat is vlak langs die boom. Nou ja, dat is wel een mooi plekje trouwens. Kijk, daar heb je water. Ver genoeg zo? Mago? Wat is er? Is het ver genoeg zo? Ja, zo kan je je luifel niet uitzetten, hè? Er staat een boom. Ja, maar goed, je hebt denk ik schaduw van die boom. Hé, hey, maar kijk dan, luister eens. Die boom, je hebt geen takken boven op dak? Nee, dat niet. Dat is hoogverzakt. Oké, okay. Nou even kijken. Nou kijk, we staan hier en ik was ietsjes naar voren gereden, want kijk, die staat daar, maar die kan dan precies achterlangs mij doorkijken. Want dan hadden we, kijk, had ik precies naast die boom en dan kon ik mijn luifel niet uit doen. Maar die mevrouw en meneer zeggen, weten jullie, doe een lekker stukje naar voren, dan heb je nergens last van. En moet eens kijken, dit is mijn uitzicht, jongens. Is niet fantastisch. En dan hebben ze hier nog een chalet. Dat zal ik even gaan filmen, want dat is misschien wel wat voor Joke en Nico. Als we hier in de buurt zijn. Kijk eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mooie plekken. Dat heb je mooi geregeld. Dankjewel. Ja. En dan is het buiten die 8 verharde plekken, heb je dan ook nog hier een heel veld. Maar dan moet je wel een beetje rekening houden dat het droog is. Je ziet ook dat het afloopt iets, hè? Ja. Leuk. Goh. Nou jongens, we gaan er nog even een aparte vlog van maken. Nou Mago, waar ben je? Ben je zover? We moeten even naar de Jumbo, want het is 8:30 en ik moet even een broodje ham halen. Oh, die is speciaal voor Terke. Terke, ik ga even naar de Jumbo hoor, even een broodje ham halen, jongen. En gelukkig is dat ook hier vlakbij. Het is maar 10 minuten fietsen, dus dat valt wel mee. Kijk, even de houder van de GoPro.
even terug aan het stuur doen. Ik heb geen sleutel. Ja, die heb ik in mijn zak. Ja. Ja, nee, ik doe het op slot. Oh ja, geef maar. Dat is de... Ja, zeg het dan. De bearlock, Magal. Klaar voor Magal? Ja, we gaan. Oh. Oh ja, dat is wel. Voor jou is dat even link, hoor, Magal. Moet je maar even niet op fietsen. Dan moet jij maar even niet op fietsen. Kijk mensen, dan fietsen we zomaar weer langs een kanaal. Nee, maar dat zoeken we even op. Ja, daar staan we. Ach, geweldig. Kijk dan mensen, dan gaan we hier rechtsaf het bruggetje over. Kijk. En dan, daar staat Magal te wachten op mij, want ja, je kan niet zo snel als Magal. En dan gaan we hier rechts en dan daar links Magal. En dan is het rechtdoor en dan kom je zo uit bij de Jumbo. Volgens insiders. En je gelooft het niet, maar weer zo'n mooie omgeving en weer zo heerlijk om te fietsen. Echt geweldig. Oh, dit is ook weer natuur natuurlijk. Wat is dit? Niet maaien. Niet maaien. Oh, dat is voor... Kijk. Ik heb mijn fototoestel niet mee. Het begint te regenen. De berm is op verzoek van mensen die hier wonen ingezaaid met Drents bloemenmengsel. Nou, wat leuk. Ja, weet je, daar krijg je ook weer allemaal vlinders door en bijen. Dat is weer goed voor de oogst. Ja. Nou joh, maar we komen hier nog wel weer. Ja, ik denk we gaan nou eerst even boodschappen doen. Ja, boodschappen doen en dan gaan we morgen eventjes die kant van de... Ja. Ja hoor mensen, kijk, daar is het. En wat denk je? Oh, regen! Gadverdarrie! Winkelcentrum Marsdijk zijn we uitgekomen. Het was echt een afstandje fietsen van helemaal drie keer niks. Nou, kijk, hè, dat kan je zien. Ja, hoeveel kilometer staat erop? 3400 meter. Nou ja. Dus, en langs het kanaal was 2,2 kilometer. Oké. Okay. En dan hebben we gewoon lekker onze broodjes weer in huis, het avondeten. En oh, we gaan zo lekker eten vanavond. Nou. Heerlijk. Ik moet wel zeggen dat ik heb eventjes een... hoe heet dat? Een broodje ham meegenomen. Want dat vind ik wel heel erg lekker. Nou, kom dan maar. Even eromheen, hè. Hier om dit winkelcentrum. Want we kwamen vanaf de andere kant. We kwamen zo die kant af. Magal, ja. Weet je wat me eigenlijk altijd opvalt? Dat als we in Nederland op vakantie zijn, dat we dan altijd naar de Jumbo gaan. En als we in het buitenland zijn, gaan we naar de Lidl. Ja. Grappig. Kijk maar daar vandaan, hè? Ja, ga maar. Daar kwamen we vandaan, mee. Maar het is wel een hele mooie, rustige wijk. En nog niet zo oud, hè? Nee. En weer die hobbels, hè? Die heuveltjes. En dan gaan we weer het bruggetje weer over. Wel. Oh, kijk dan maar hoog. Assen. Dus wij zaten in Assen.
Hè? We zaten dus in Assen. Ja, nou, dit is echt een klein stukje, jongens. En gelukkig nou het zonnetje weer. We hadden net op de heenweg eventjes nat, een beetje regen. Maar nu is het weer zon. Kijk, dat is een leuk gezicht. Dat bootje dat ligt daar voor die brug. En dan gaat die brug open. En die wordt op afstand bediend. Kijk, het is rood-groen. En ik denk dat dat betekent... Even wachten nog. Oh, ja, ja, ja. Kijk, dat wat leuk. Grappig. Workout gepauzeerd. Oh mijn god, donder u. Snel. Rijden. Het begint weer te spetteren. Oh. Snel. Kijk. Dit is welkom in Nationaal Park Drentse A. Dus het is de Drentse A. Daar is dus die camperplaats. Nou jongens, jullie zien het. We zijn weer terug. Het was gelukkig, werd het even droog. Maar kijk naar de lucht. Oh, er komt ja, nog veel meer aan. Nee, het zijn sprokkelbuien. Ja, sprokkelbuien. Maar het waait nou gewoon. Ja. Het is wel droog. Ja, het wordt wel droog. Maar het is een prachtig mooi plekje. Ja, het is een hartstikke leuk plekje. Hey, kijk, en... kijk, kijk, een buis zit, een buis zit, een buis zit. Ja, heel fijn. Ja, oh, zie je wel. Ik hoorde hem vanmiddag al een keer. Ja. Ja, die blijven wachten op jou. En daarbuiten, Engel, kan ze daar nou... Nee, ik kan ze niet filmen. Dure telefoon niet filmen. Hele mooie dames. Jawel, ik kan ze wel dichterbij halen. Maar je ziet zelf, als we aan de andere kant van de knauw staan, er staat onwijs veel wind. En zo hard dat je het alleen maar hoort bulderen. Ja, maar je ziet ze toch? Nee, je ziet ze niet. Nou, weet je, ik laat ze morgen wel zien, die mooie dames. Jongens, duimpje wordt gewaardeerd. Jongens. Even aanklikken. Oh nee, jongens. Mensen. Dames. Mensen, dames, heren dames. En iedereen. Duimpje even aandrukken. Laat even zien, want even, ik moet even over dat punt heen van die duimpjes aandrukken. En dan het notificatiebelletje. Ja? En Wat zeg ik een jaartje nog altijd meer? Notificatiebelletje, Nou, en nou, oké. Tot de volgende vlog, mensen. Ja, dan moet je wel scheren. Ja, ik ga maar straks morgenochtend scheren. Ja, okay. En we kunnen ook douchen hier zo, dus dan gaan we Ja, dat kan je altijd, want dat kan je niet nou zo. Oké, okay, nou. Later, mensen.